Welkom bij het medicijnjournaal van februari 2023. In dit journaal is onder andere aandacht voor antihistaminica bij urticaria en doseringen op maat. En verder... De medicamenteuze behandeling van urticaria richt zich op het bestrijden van de jeuk met lokale antijeukmiddelen of met orale antihistaminica. Bij chronische spontane urticaria schrijven huisartsen soms off-label hogere doseringen van antihistaminica voor dan de geregistreerde doseringen. En twee systematische reviews hebben uitgezocht dat dosisverhoging van antihistaminica bij chronische spontane urticaria een effect heeft bij patiënten die in de eerste instantie onvoldoende effect hadden op bij de geregistreerde dosering. De kwaliteit van dit bewijs is alleen laag. Dit komt omdat studies die zijn meegenomen door de review allemaal klein waren van omvang en verschillend in studieopzet. Dus er was veel heterogeniteit van de individuele studies, wat het moeilijk maakt om een duidelijke, sterke, algemene conclusie te trekken. Het beeld blijft overeind dat een dosisverhoging bij die patiënten effect heeft. Is alleen nog maar in heel beperkte mate bekend wat dan ook bijvoorbeeld de bijwerkingen zijn. Patiënten met chronische spontane urticaria komen volgens het GBU alleen in aanmerking voor ophoging van de dosering bij onvoldoende respons op de geregistreerde dosering. Voor huisartsen en apothekers is het belangrijk om patiënten goed voor te lichten over de mogelijke bijwerkingen die optreden. Dit is in de studies zeer beperkt vastgelegd, maar het is wel aan te nemen dat als de antihistaminica tot 4 keer hoger worden gedoseerd, ook de bijwerkingen zoals sedatie, duizeligheid, hoofdpijn, gewichtstoename ook gewoon in een sterkere mate optreden. En dat is met name van belang voor de kwetsbare patiëntengroepen die ook in die studies eigenlijk niet vertegenwoordigd waren. Daarnaast is het ook van belang om mensen die deelnemen aan het verkeer goed te wijzen op de sederende bijwerkingen die in sterkere mate waarschijnlijk aanwezig zullen zijn. Voor meer achtergrondinformatie over het ophogen van de dosering antihistaminica bij urticaria, zie de website van het GBU. We leren steeds meer over het individualiseren van geneesmiddeldoseringen. Voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met verminderde nierfunctie, overgewicht of hoge leeftijd, bestaan vaak al specifieke doseeradviezen. Het is echter niet vaak bekend wat de beste dosering is bij een combinatie van factoren. Het vakgebied farmacometrie houdt zich bezig met het ontwikkelen van doseeradviezen op maat. Iedereen is anders. En toch zie je dat veel mensen dezelfde soort geneesmiddelen gebruiken, dezelfde dosering van geneesmiddelen gebruiken. Nou, wat doet klinische farmacometrie? Farmacometrie maakt gebruik van heel veel data. Data van hoe patiënten reageren op geneesmiddelen, dus de echte patiënt. En ook data hoe het geneesmiddel zich gedraagt in het lichaam. Uiteindelijk maken we wiskundige modellen waarbij we proberen relaties te maken tussen de dosering van het geneesmiddel, de concentratie van het geneesmiddel in het lichaam en het effect van het geneesmiddel en welke variabelen daar een invloed op hebben. Het vakgebied farmacometrie houdt zich bezig met het ontwikkelen van doseeradviezen op maat. Het ontwikkelen van doseeralgoritmes voor het bepalen van individuele doseeradviezen is nu nog vooral in onderzoek. Toch zijn er al doelgroepen waarbij klinische farmacometrie toegepast wordt. Klinische farmacometrie wordt nu al toegepast bij kinderen. We houden onder andere rekening met de nierfunctie van een kind en ook met het gewicht van een kind om de dosering van het geneesmiddel aan te passen. In ons eigen onderzoek bij kinderen met autisme hebben we relaties gelegd tussen de dosering van het geneesmiddel, het effect van het geneesmiddel, dus hoe het gedragsproblemen zich verbeterde, en de bijwerkingen van het geneesmiddel, denk aan gewichtstoename, zodat we uiteindelijk een betere dosering van geneesmiddelen bij kinderen met autisme hebben gerealiseerd. Voor artsen en apothekers zijn er ook nu al mogelijkheden om in de praktijk rekening te houden met individuele doseringen. Het is belangrijk om te weten dat geneesmiddelen vaak geregistreerd zijn onderzocht bij volwassen jonge mannen. En dat zijn niet de mensen die uiteindelijk de geneesmiddelen gaan gebruiken. Dus als er nu bijwerkingen worden gezien, dan kan het vaak zo zijn dat dat toch komt door het geneesmiddel wat men gebruikt. Dus mijn advies zou zijn aan huisartsen en apothekers om toch meer te letten op bijwerkingen. Ook bijwerkingen die je niet misschien in 1, 2, 3 zou zien bij dit geneesmiddel. En of in het geval als iemand niet goed reageert op een geneesmiddel, dat het toch komt dat hij misschien niet de juiste dosering heeft.
Bijwerkingencentrum Larep heeft meerdere meldingen ontvangen van hevige buikpijn na gebruik van codeïne. Bij codeïne zijn diverse gastro-intestinale bijwerkingen bekend, zoals obstipatie en krampen van de galwegen. Deze bijwerkingen kunnen ook leiden tot hevige buikpijn. Omdat de bijwerking niet in alle bijsluiters duidelijk omschreven staat, vraagt Larep zorgverleners alert te zijn op codeïne als mogelijke oorzaak van buikpijn. Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe Horizonscan geneesmiddelen uitgebracht. De Horizonscan biedt een overzicht van geneesmiddelen die in de komende 2 jaar op de markt verwacht worden en de mogelijke impact hiervan. Opvallend is het grote aantal verwachte nieuwe geneesmiddelen tegen spierziekten. In 2023 en 2024 worden 17 nieuwe geneesmiddelen verwacht tegen spierziekten zoals Duchenne en ALS. De helft van de volwassen medicijngebruikers slikt een geneesmiddel met invloed op de rijvaardigheid. Het IVM vroeg op de jaarlijkse dag voor verantwoord medicijngebruik aandacht voor dit onderwerp. Een deel van de mensen met geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, rijdt toch. Goede informatie vanuit zorgverleners over het effect van geneesmiddelen op de rijvaardigheid is daarom van groot belang. Op de website Rij Veilig met Medicijnen vindt u meer informatie over dit onderwerp, inclusief een toolbox voor zorgverleners. Een delier kan de kwaliteit van leven van palliatieve patiënten sterk verminderen. Het voorkomen en voortijdig herkennen en behandeling van een delier is daarom van belang. Een bijzondere vorm van delier is het stildelier. Een stildelier wordt niet altijd tijdig herkend. Ja, stildelier herkennen kan best lastig zijn. Soms zie je dat helemaal niet omdat mensen zich een beetje terug lijken te trekken uit het leven. Wat minder belangstelling voor hun omgeving hebben. Dus belangrijk is om er actief naar te vragen van hoe slapen mensen? Hebben mensen een goede nachtrust? Hebben ze hele levendige dromen? Zijn die beangstigend? En kijk dan vervolgens naar je patiënt. Reageert hij adequaat? Is de aandacht goed vast te houden? Is iemand snel afgeleid bij bepaalde prikkels? Is iemand traag in reageren? Hoe is het geheugen, recente geheugen? Weet iemand wat er net daarvoor gebeurd is? En als je twijfelt, is het een stildelier? Ga dan een DOS scoren. Dan heb je wat meer handvat om te denken aan een delier. Het belangrijkste is eerst eraan denken dat het een stildelier kan zijn. Diverse factoren vormen een risico voor een delier in de palliatieve fase. Het risico op een delier inschatten, dat kan heel belangrijk zijn om te weten van wat moet je allemaal al gaan doen aan preventieve maatregelen. Het heeft ermee te maken met een aantal predisponerende factoren, zoals leeftijd boven de 70, zijn er cognitieve stoornissen, zoals dementie of milde cognitieve stoornissen, heeft iemand eerder een CVA gehad, Parkinson. Is er een wijziging in opiaten, dat is een hele belangrijke, en heeft iemand eerder een delier gehad, die is heel essentieel. En dan aan de hand daarvan kun je inschatten, heeft iemand een laag risico op delier gemiddeld of een hoog risico op delier. En daarmee kun je kijken van, is het zinvol om alvast een DOS te gaan screenen, moet je al niet-medicamenteuze interventies inzetten of kun je kijken hoe het beeld zich gaat ontwikkelen. Bij een hoog risico op een delier zijn diverse preventieve maatregelen mogelijk. Bij een hoog risico op delier is het belangrijk om met elkaar te kijken van is er goede pijnbehandeling. Zeker mensen met cognitieve stoornissen is er soms onderrapportage van pijn. Terwijl pijn wel een delier kan uitlokken. Dus zorg voor een goede pijnbehandeling en kijk daarbij ook rekening houden met de nierfunctie bijvoorbeeld. Wat dan als je een opiaat wil starten, wat dan een goed opiaat is. Mensen met een slechte nierfunctie, daar zou je misschien liever geen morfine doen, maar liever fentanyl doen. En kijk naar medicatie die delirogeen is, met name anticholinergische middelen kunnen een delier uitlokken. Dus als je kijkt in je medicatie wat kan misschien verlaagd worden of is misschien geen indicatie meer voor, kun je dat dan schrappen. Denk bijvoorbeeld met je anticholinergische middelen aan amitriptyline of nortriptyline, spasmolytica. Bij blaasproblemen zoals solifenicine, toltiodine, nou, dat soort middelen. Kijken of daar nog een indicatie voor is. En naast de anticholinergische medicatie is het goed om te kijken naar dopaminerge medicatie voor mensen bijvoorbeeld met Parkinson. Als de nierfunctie of de leverfunctie achteruit gaat, dan kan dat betekenen dat de spiegels van de leverdopa bijvoorbeeld te hoog worden, waardoor mensen een delier ontwikkelen. Dus kijk samen ook van
moet die dosering misschien aangepast worden. Hartelijk dank voor uw aandacht voor dit journaal. Het volgende medicijnjournaal verschijnt in maart. Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe journaals? Abonneer u dan op ons YouTube-kanaal of de journaalupdate op onze website.